Welkom bij de Nuanced Podcast. Dit is een aflevering van Stoïcijnse Gedachtes. De kracht van een mantra. Wis vals indruk uit je geest, door doorlopend jezelf te vertellen: mijn ziel bevat alles om het kwaad, verlangen en iedere verstoring buiten te houden. Zie daarvoor in de plaats de ware natuur van dingen. Ik geef het enkel wat er toekomt. Onthoud altijd dat de natuur je dit heeft gegeven. Marcus Aurelius, Overpeinzingen, 8.29. Mantra's worden toegepast bij diverse meditatievormen. Daar kennen we het woord van. Een mantra verbindt woord of zin aan actie. In meditatie is dit ademhaling, maar het kan ook een andere actie zijn. Mantra's helpen bij het behouden van focus en het afsluiten van de zintuigen voor verstoringen. Marcus Aurelius verwijst in dit citaat naar de vaardigheid om dit te doen. De Stoa maakte ook gebruik van mantra's, vaak in de vorm van zich herhalende zinnen. En dit kan jij ook. Jij kan neuriën om jezelf te concentreren. Hoewel dit niet in de striktste zin van het woord een mantra is, vervult het dezelfde functie. Het helpt je te focussen op wat moet gebeuren. En focus leidt tot flow. Flow leidt tot een gevoel van vervulling. En er is weinig prettiger dan de high die je ervaart wanneer jij het gevoel hebt dat je op je piek opereert. Een mantra of andere vocale techniek kan hierbij helpen. Een ander aspect dat een mantra kan versterken is je geloof. Religieuze organisaties maken niet voor niets al eeuwen gebruik van bepaalde woorden en zinnen. Ze versterken geloof en niet per se in een god. Het kan je ook helpen om in jezelf te geloven. Tegelijk kan een schadelijk mantra valse indrukken bij jezelf versterken. Wanneer jij niet gelooft dat jij de wereld iets te brengen hebt en het regelmatig aan jezelf herhaalt, en het dus een mantra van maakt, dan is de kans dat het waar wordt een stuk groter. Ken daarom je mantra's, net als je verslavingen. Door ze in kaart te hebben en aan te passen waar nodig, help je jezelf ontwikkelen en verbeteren. Toen ik enkele jaren geleden mijn onderneming op een lager pitje zette, omdat ik vond dat ik nog niet voldoende ervaring had, herhaalde ik dit regelmatig aan mezelf en anderen. Ik was nog steeds een ondernemer, maar ik was niet goed genoeg, omdat ik mijn markt nog niet goed genoeg begreep. Maar dit is een self-fulfilling prophecy. Want doordat ik het anderen vertelde, vertelde ik mezelf. Doordat ik het mezelf vertelde, geloofde ik erin. En hoewel het op dat moment ook waar was, ik was immers 24 en kwam direct van school, was het feit dat ik het mezelf herhaalde geen behulpzame factor. Pas 10 jaar later zou ik mezelf weer vertellen dat ik een echte ondernemer ben. En vanaf dat moment gaat het weer de goede kant op. Kortom, mantra's zijn krachtig. Ga bewust met ze om, naar jezelf en anderen.
Mocht je iets willen bijdragen aan de podcast, dan kan dit in de comments op YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn of op nuancepodcast.com. En wil je me een vraag stellen? Dan kun je via Anchor een bericht inspreken. En die zal ik dan in de volgende aflevering laten horen en bespreken. Zeker deze laatste optie is best spannend. Dus ik verwacht niet dat ik veel vragen zou krijgen, maar ik zou het erg leuk vinden. Vond jij deze aflevering waardevol? Abonneer dan op het Nuance Podcast YouTube kanaal. Volg de podcast op Spotify of deel de podcast met anderen via social media en like de podcast of de post. Dit helpt mij het kanaal te ontwikkelen en de podcast te verspreiden. Enorm bedankt voor je tijd en tot snel. Dit was een Stoïcijnse gedachte in de Nuanced Podcast.